tijdens de koffie dat heel veel mensen blij zijn over het proces wat we gevolgd hebben als gemeente. Dat we tijdens het uitvoeren van het werk, dat er op een goede manier met u gecommuniceerd is. Dus ik vind dat wel een compliment waard naar alle mensen die hierbij betrokken zijn geweest. We zien hier een totaal vernieuwde stadsentree inderdaad. Uitkomend hier op het park, wat een tijd geleden is aangelegd. De busbaan, het groen, de eenrichtingsverkeer heb ik begrepen, stopverbod, dus perfect allemaal. Een stuk rustiger denk ik, met name voor de mensen die hier aan de voorkant wonen, want het was in het verleden nogal een racebaan. Voor wat betreft wat hier allemaal te doen was en iedereen aan het werk was, zagen we gewoon als we hier aan de voorkant naar buiten kwamen. En er werd ontzettend hard gewerkt. Diepe bewondering voor alle stratenmakers, onder andere. En wat vooral heel plezierig was, en dat wil ik echt nog eens memoreren, is dat de projectleider, dat was meneer Henk Bos, die heeft ons van begin tot eind fantastisch geïnformeerd. Daar ben ik het absoluut mee eens. Ik vind het ook heel jammer dat Henk Bos hier vandaag niet is. Maar die kan hier kennelijk op een of andere manier niet zijn. Maar ik ga hem zeker nog complimenteren over de manier waarop hij alles heeft aangepakt en ons voortdurend heeft geïnformeerd over de stand van zaken en wat er stond te gebeuren, et cetera, et cetera. Er is nu wel een drietal bushalters minder. Er blijven er drie over. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat wat ik altijd zag is dat er ontzettend veel bussen waar bijna niemand in zat. Behalve dan misschien op donderdag en op zaterdag als de markt is. Dus ik denk dat het sowieso goed is dat het wat gereduceerd is. Maar we hebben eigenlijk altijd gepleit voor een pendelbusje. Omdat het station zo verschrikkelijk dichtbij is. Het ook heel makkelijk zou kunnen om met de pendel naar het station te gaan. En dan hier helemaal geen bussen meer te hebben. Maar ik heb begrepen dat dit een compromis is vanwege het feit dat toch veel, ook oudere mensen in de binnenstad, de bus gebruiken en het vervelend vinden om met een pendelbus blijkbaar te gaan. Wat vinden jullie van dit openingsfeestje? Ja, heel leuk. Heel leuk dat de gemeente dat op deze manier ons aanbiedt. Jullie wonen hier dus aan de rechtbank, er is een parkje tegenover. Maken jullie daar dan ook gebruik van? Nou, voornamelijk om prettig door te steken als je naar de bibliotheek moet. En ik heb de indruk dat het zo ook gebruikt wordt. En enkele keer zie ik er wel eens mensen in zitten, maar eigenlijk niet zo vaak. Dus, maar het is gewoon groen, leuk, altijd beter dan stenen. Dus, Bovendien is het zo dat, ik weet niet of je dat weet, maar Almelo heeft ook een witte anjeperkje voor alle Almeloze veteranen. En één of twee jaar geleden, dat ben ik even kwijt wanneer precies, is hier ook een witte anjeperkje in deze tuin gekomen. En op die manier worden de Almeloze veteranen ook geëerd. En op 14 juni is er weer een lokale veteranendag en dan hijsen we hier de vlag, de veteranenvlag. Wat ik heel leuk vind om te vermelden is dat het bevrijdingsmonument hier is komen te staan. Na een lange zoektocht dwars door Almelo. We hebben de eerste keer op 5 mei hebben we hier een hele leuke bijeenkomst gehad. Die meteen al aangaf van dit is een goede plek. Het was stemmig het was, en iedereen was ook erg onder de indruk. Het was echt was heel mooi. Dus leuk dat dat gewoon jaarlijks gaat gebeuren. En er is een prachtig hek omheen gezet door dezelfde kunstenaar als die het hek gemaakt heeft bij het parkje. En dat is Lenny van Vught uit Eindhoven.